Welkom bij een nieuwe Simon Says Reviews. La 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 la. Simon Says. La 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 la. Simon, ja. Nou, dit moet ik niet meer doen. Ik heb toch iets leuks vandaag. En het zijn... Halflex! Van de toko. Hier in Utrecht. Ja, ik kom gewoon bij de toko vandaan. Het is niet zo dat ik helemaal met het vliegtuig naar een of ander Aziatisch land ga om dit te kopen. Het zou een beetje raar zijn. En heel erg duur. Ik heb geen idee wat het is. Er staat achterop. Oh, hier staat in Nederlands. Hagedoorn snoepjes. Hagedoorn fruitsnoepjes. Dan heb ik hagedoorn even opgezocht van tevoren. Want ja, ik ben dan wel slim, maar ik weet niet alles. Mijn leraar zei vroeger altijd, je weet altijd meer niet dan wel. En schijnbaar is hagedoorn een ander woord voor meidoorn. Dus eigenlijk zit je dus meidoorn fruitsnoepjes te nassen. Nou ja, raar, want naar mijn weten zit er geen fruit aan een meidoorn. Maar ja, ik weet het ook niet. Ik ga hem even openmaken en even proeven. Want zo ben ik vind nieuwe dingen uitproberen leuk. En wie weet heeft een ander, jullie dus, de kijker, wel even abonneren en even liken, commenten en dat soort shit, want... Anders blijf ik hier voor Jan met de korte achterfiets op de tandem uit Nieuw-Gewena filmpjes maken. Ik heb mijn gasbrander nodig, joh. Oh, nou, het zijn allemaal kleine grappige rolletjes waar ze in zitten. En er staat dan ook dat... Haveflexa. Dat is niet echt Aziatisch, klonk dat, maar... Maakt niet uit. Proeven! Hoe ziet het eruit? Raar. Hé? Maar kijk, ik dacht dus, ik haal het uit de verpakking, haal ik dit. Dus ik denk, oh, een beetje de dikte van zo'n stophoesje. Nee. Het zit helemaal los. Het zijn dus echt flakes, want één zo'n snoepje, of flake eigenlijk, is dus abnormaal dun. Ruikt echt helemaal naar niks. Zo. Hé. Ja. Raar spul, joh. Zo. Partij zoet. Het is gewoon een stuk of 8, 9 van die vlekjes in zo'n rolletje. Nog wel zo. Ken je die... ik weet niet of je ze nog hebt, maar... Heb ik er hier eentje? Nee. Vroeger had volgens mij mijn oma of mijn moeder... Ik weet niet precies meer. Dit was een oude stoel. Ze noemen het toch gauw oma's stoel, weet je wel, of iets in die geest. En die stoelen hadden dus van die ronde pootjes. Hele kleine ronde pootjes. Die zoiets. En die stoelpootjes, er zat dan zo'n rond dingetje onder.
Jezus, hoe leg je dat uit? Hallo. Een soort bierveeltje, maar dan voor een stoelpoot. Gewoon een heel klein rond veeltje. Dat zat dan onder die stoelpoot. Waarschijnlijk om, weet ik veel, deuken te voorkomen in je zeil of wat dan ook. En deze snoepjes. Ik maak gewoon even nog een rolletje open. Kan ik even kijken of er een smaakverschil in zit. Deze snoepjes zijn eigenlijk een kleine versie van die stoelpootveeltjes. Kijk. Zo zien ze eruit. Dat legt hij dan onder zijn stoelpootje. En dan, dan krijg je geen deuk in je tapijtzeil, weet ik veel. Maar het stomme is, qua structuur smaken ze dus ook zo. Echt van dat rare kartonachtige, viltachtig spul. Qua structuur dan, hè. De smaak van die zooi, van die Harflex. Smaakt naar hele zoete fruitsuiker. Zo, mietjes, dat is het zoete. Er zit dus totaal geen smaakverschil tussen het ene rolletje of het andere rolletje. Kijk, hoe zitten erin? 2, 4, 6, 18. Er zitten dus 10. Ik heb er eentje uitgehaald. 10 van dit soort rolletjes zitten erin. Met van die stoelpootveeltjes. Ik snap nog steeds niet wat hagedoorn fruitsnoepjes zijn. Want het enige wat je proeft. Ik kan er echt niks uithalen. Smaakt het naar aardbei? Nee. Smaakt het naar framboos? Nee. Het is een heel apart structuurtje. Met heel, heel veel suiker volgens mij. Kan je vast wel zien. Overigens vallen de calorieën wel mee. 350 calorieën per 100 gram. Dus een heel pakje is 125 gram. Dus als je het hele pakje op zou vreten, krijg je maar 350, ja iets meer dan 300, zeg maar 400 calorieën binnen. Maar wel een hele hoop suiker, denk ik. Echt, ja, ik moet echt een leesbril hebben tegenwoordig, want ik kan het echt niet lezen. Kan de activiteit of oplettendheid van kinderen nadelig beïnvloeden? Staat er ook nog op. Nee. Ook dat nog. Oh. Valt een rolletje. Ja, ik kan er niet veel mee. Ik vind het niet vies. Ik vind het niet bijzonder. Ik vind het niet. Yeah, wat lekker. Het is alsof je pure suikerklontjes met de structuur van stoelpoot bierveeltjes in je mix zit te douwen. Met ja, heel veel fruitsuikersmaak. Ja, een beetje een raar product. Maar in ieder geval, laten we maar gaan afronden, want ik weet echt niet wat ik hiermee moet. Ik bewaar ze wel, want nee, ik weet niet. Ik hou van zoet. Dus weggooien vind ik ook weer zo zonde, maar deze Harflakes van, weet ik veel wat voor merk, met hagedoorn fruitsmaak. Simon Says 5. Meer vind ik het niet waard, sorry. Het is een bak suiker hier, smol. Rare structuur. Dit zit. Nou, tot de volgende keer. Doei, ik hoop dat jullie een leuke dag hebben. Even abonneren, liken, commenten, weet ik veel wat. Ja, getverdem, ik ga even die smaak wegspoelen. Doei!